Yo kijkers van Binnenmovie en welkom bij deze nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Ik ga meteen naar ons wereldje toe en ik zal jullie één ding vertellen. Deze afleveringen worden komende weken wat korter, iets van 4-5 minuten. Omdat ons internet gewoon een beetje slow is met uploaden. Mochten jullie trouwens een andere hint geven om beter internet te hebben voor uploaden. In plaats van een andere provider of beter internet kopen, want ik krijg binnenkort al... Laat maar even onder een reactie achter, misschien is dat een andere video-extensie. Dus we gaan vragen van waar de fuck ben je nou helemaal aan beland? Nou, ik heb offline heb ik dit afgemaakt. Ik heb het niet afgemaakt, maar ik heb het een beetje veranderd. Zul je denken van, what the fuck is hier nou weer allemaal gebeurd? Nou, er zijn allemaal van dat soort bomen. Echt van dit soort huge-ass bomen. Zijn er echt geweest hier in dit gedeelte. En ja, die heb ik allemaal moeten ommaken. Een beetje om dit eruit te krijgen. Het is echt helemaal verneukt. Misschien ga ik het ook weghalen, maar ik denk het als niet. Het is gewoon niet mooi meer. En ik vind het zelf ook een beetje een mislukking van het werk. Maar dat komt dus omdat dit waarschijnlijk een van de beste dingen is om te spannen. Ik zit op een Biome Plains. En ja... Weet je, als dat ik hier een keer een boom plaats, dan is je binnen 5 seconden is je helemaal hoog in de lucht. Het is leuk om te hebben, maar niet voor dat project. Dus ik denk dat ik het ook weg ga halen. Of dat ik het gewoon een beetje laatst een beetje van ja, het is lelijk, maar toch. Dan ga ik meteen even aankondigen dat ik hier zo, en ik heb er al een deel van weggehaald. Maar ik weet niet zeker meer of dat ik dat ga doen. Maar ik ga hier in elk geval een nieuw huis plaatsen. Zal ongeveer in dezelfde stijl zijn als die, dus ongeveer vierkant, waarschijnlijk wat met wat meer effecten erin. Maar voornamelijk dat het gewoon zoiets wordt en veel beter, veel hoger. En dat wordt eigenlijk een soort van opslagschuurtje, zeg maar. Dus moet er niet te veel bij verwachten trouwens. Ik ga voornamelijk dus offline werken, dan neem ik daarna een paar minuten op van, oh, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. En mijn wekker ging af, maar dat boeit vrij weinig. Het is 10 uur, dus dan mag het ook wel een keer. In elk geval, dit was het. Nee, dit was het nog niet. Ik zal eventjes mijn opnameprogramma beter zetten. We zijn dan 2,5 minuut bezig. Dus op zich, we hoeven nog niet te stoppen. Ik heb verder heel erg weinig gedaan. Ik heb dat een beetje afgemaakt, zodat als het naar beneden gaat, dat het een beetje mooier is. Ik heb heel veel gedaan met hout, met bomen. En dat kan ik trouwens ook wel direct laten zien. Ik ga gewoon eventjes... Waarom zit ik? Ik zie dit dus nu pas. Ik had er juist 3 hout voor kunnen besparen, dus. Maar, nou, vooral. Kijk. Dit noem ik dus opruiming. Dit is allemaal met van die schaartjes. Daarom zie je ook hier 2 scharen. Maar ik heb hier nog veel meer scharen. Ik had gewoon iets van 10, 15 iron. Had ik gewoon zo dwars gelegd om maar iets te kunnen krijgen. En dan kun je wel stellen dat het dus heel veel is geweest qua hout en ja, eigenlijk alles andere, zoals dat je ook kunt zien. Ja, een stack, maar ik heb nog echt heel veel meer. Ik heb ook weer een deel van weggegooid en, ja, niet weggegooid, maar hier in dit deel gestoken. Dus, ja... Dan krijg je dus allemaal van dit soort stuk hout. En het is gewoon echt alsof dat het hier fucking vruchtbaar is. Dus ik weet nog niet zeker of dat ik hiermee doorga. Want een boom, dat is dan wel weer zoiets van... Oh, dan moet ik echt een soort van boom zijn. Misschien laat ik er nog een keer een boom groeien dat ik daaromheen dan gewoon wat ga bouwen. Maar ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik denk dat ik daarom dit deel eventjes om ga hakken. Want ik vind dit zelf ook niet echt mooi erbij staan eigenlijk. Het is zoiets van... Ja, het is zelf gebouwd en de boom het moet wel deels zelf gebouwd zijn, maar het moet er niet echt op lijken dat die zelf is gebouwd. Dus haal ik dit gewoon eventjes zo weg. Ik ga het nog wel een paar keer vaker doen trouwens met de boom het idee in ieder geval uit te werken. Dat ga ik wel sowieso nog wel een paar keer doen. In ieder geval, ik ga dat sowieso nog wel een keer doen. Maar... Ja, dit werkt dus echt totaal niet, omdat dit gewoon, ja, dit is zelf gemaakt en het is niet zoiets van, oh, het is natuurlijk en ik plant er even watjes voorbij, zodat het meer op een boomhut lijkt. Dat glas laat ik wel zitten, want ik ga er wel een soort van
tunneltje van maken naar een ander stuk, zeg maar. Omdat ik dat. Ik vind dat glas wel cool eruit zien. Gewoon alsof dat je dan in één keer een overview krijgt, zeg maar. Wat ik trouwens ook wel wil van de boomhut, dat het een soort van overview wordt voor een beetje. Ja, het uitzicht, zeg maar, want dit is best wel vet. Moet ik dit wel eventjes wat mee zien te zorgen, maar dat maakt verder ook niet zoveel uit eigenlijk. En dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze aflevering. Het worden dus kortere afleveringen, maar dat had ik al verteld. Dus op zich heeft dat ook vrij weinig invloed. Maar, ja, ik hoop dat je het wel leuk gaat vinden. Kortere afleveringen, misschien vind je juist kortere afleveringen leuker. Dan moet je maar eventjes laten weten of dat je dat leuk vindt. Dat ik voornamelijk offline bezig ga. Want meestal is het toch wel weer zoiets van ja, een beetje bomen maken kan ik ook wel offline. En je weet toch wel hoe dat moet. Weet je, zoiets als de ender dragon verslaan of zo. Dat zal ik dan wel weer gewoon in een normale video doen. Althans, normaal. Maar bij mij is niks normaal natuurlijk. Maar daar gaat het niet om. En er ligt nog steeds troep hier. Oh jeetjes, het is net mijn kamer. Nee, geintje. Ja, het is wel net mijn kamer dat het troep is. Maar daar gaat het niet om. Nou, dit is dus zo'n beetje waar dat ik afgelopen tijd aan heb gewerkt, die boomhut. Nee, maar dit ziet er ook gewoon echt niet uit. En dan is het voornamelijk dat ik het gewoon van mezelf zeg, van mijn eigen werken van. Kijk, dit ziet er niet uit. Ik hoop trouwens dat ik de volgende aflevering... nee, dat is trouwens nog niet de volgende aflevering, maar ergens aankomende in de aankomende weken. En dat zal ergens 7 juli zijn met opnames. Zal ik waarschijnlijk een B-movie shirt aantrekken. Als dat ik hem heb, zal ik het zeker zien, want ik vind het wel fucking vet. Mocht jij ook een B-movie shirt willen, dan laat het eventjes weten. Ik zet de link in de beschrijving neer, staat standaard nou in de beschrijving. Er staat ook standaard linkje in mijn, op mijn banner, bij mijn banner. Dus mocht je het echt willen dan. Ja, het is niet zo heel erg duur. En ik heb er wel vaker van gehoord de afgelopen week. Van ja, het is fucking duur. En ik ga dat niet doen voor die prijs. En ja, ik weet het is heel erg duur. Maar het is gewoon echt de standaard prijs plus 50 cent. Moet je nagaan hè. 50 cent probeer ik er zelf nog een beetje van uit te halen. Maar voor de rest is het gewoon echt zoiets van... Hoezo is het... Ja, ik snap het is duur. Het is voor mij ook duur. Want ik heb geen bijbaan. Ik heb gewoon geen bijbaan. Nee, maar ik heb... Weet je, het is voor mij ook heel erg duur. En daar komt het probleem weer dat het gewoon niet echt geweldig is om het te doen. Omdat het dus gewoon te duur is. En ik wou gewoon een B-movie shirt. Ik had al het idee al langer om zoiets te maken... En toen kwamen mijn vrienden eraan van, hey, ik wil er ook wel eentje. En sindsdien is het altijd dus geworden. Ik ga dit inderdaad eventjes zo doen. Want dan kan ik er makkelijk op. En ik ga het toch wel deels weer verwijderen, dit gedeelte. Want ik denk dat ik gewoon volgende aflevering gewoon daarmee ga beginnen. Dat lijkt mij namelijk wel leuk om te gaan doen. Dus, vond ik deze video leuk, doe even een groen duimpje. Abonneren kun je beneden. En de rest spreekt voor zichzelf. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. In ieder geval, houdoe. En zie ik me. Dat is hou. Doei.